Ik denk dat we zo nou, 6, 7 rijders zouden kunnen opnoemen die een aanmerking minimaal voor het podium, maar misschien wel voor de eerste plaats. En dat is lang geleden dat Formule 1 dat gehad heeft. Dag dames en heren, hartelijk welkom bij Slipstream, het programma van RTL GP over Formule 1 en autosport en in dit geval ook motorsport in het algemeen. Want ik wil toch een week voor de Grand Prix van Australië beginnen met een ander fenomeen, Geoffrey Hailings. Ongelooflijk wat die man presteert. Ja, we hebben 4 heats gehad, hij heeft er 3 gewonnen, staat 1 in het wereldkampioenschap en ik was bij de Grand Prix van Valkenswaard, de manier waarop hij ze wint. De man is echt een fenomeen, Kees. Ondergewaardeerd. Ja, absoluut ondergewaardeerd. Ik heb mij al eerder afgevraagd, in het verleden in de tweede divisie, ja. Dominant. Vorig jaar al een hele stijgende lijn in de eerste divisie. En nu dominant. Ja. En inderdaad ondergewaardeerd, maar een topprestatie. Sportman op en top. Ja. En eigenlijk een geweldige ambassadeur ook weer voor mechanische sport. Ja, en ik blijf het zeggen, zeker als hij wereldkampioen wordt, dan moet hij genomineerd worden voor Sportman van het jaar. Goed, andere daar autosport. Gaan we al heel ver. Ja, nee, maar dat vind ik echt. Raceteam Nederland, na Le Mans stopt Jan Lammers. Ik neem aan dat hij dan ook stopt met eigenlijk moderne autosport. Hoewel, als ik nu zeg dat Jan stopt met autoracen, wordt hij waarschijnlijk boos. Maar hij stopt in ieder geval als vaste rijder bij Raceteam Nederland. En ze nemen Nick de Vries. En dat is voor Nick de Vries vooral leuk. En ik vind het van Frits van Eert en Jumbo goed dat ze een jong talent nemen. Ja, nee, maar dat is hartstikke goed. Ik bedoel, aan alle goede dingen komt ook een einde. Dus ook voor Jan. Maar het is een fantastische carrière die Jan heeft. Ja. Ik zeg niet heeft gehad, heeft. En ik hoop dat hij nog in lengte van dagen kan doorrijden. Maar het is ook leuk dat Nick een kans krijgt. Ja. En ik zie wel een beetje zo dezelfde persoonlijkheden in die twee. Dus een hele goede opvolger. Ja, ze zijn ongeveer even groot ook. Dan is afgelopen weekend de 12 uur van Sebring. Tweede plek voor Renger van der Zanden. Overall in de klasse, derde plek voor Jeroen Blekemolen. Robin Vrijn start binnenkort met DTM. In het algemeen kunnen we zeggen, de Nederlanders doen het lekker. De Nederlanders doen het hartstikke goed. En als het dan aankomend weekend onze topfavoriet het ook goed doet, ja, dan kunnen we toch wel heel trots zijn. En het oranje gevoel. Ja, toch? Ja. Helemaal goed. Nou, Formule 1 dan. Laten we maar eens beginnen met de controverse van de week. Een paar maanden geleden ging er iemand van de FIA, die veel informatie heeft over de teams, naar Renault. En inmiddels is Laurent Mekies, de tweede man achter Charlie Whiting, naar Ferrari vertrokken. Kees, leeglopen de FIA. Nou ja, dat valt geloof ik wel mee. Ja. Ik geloof dat het gaat nu om wat bekendere mensen. Er is sowieso wel een grote omzet in personeel bij de FIA. Maar ik denk ook, dit is toch wel bedenkelijk. Want één keer kan dat gebeuren. Dan kan dat fout gaan. Misschien heb je het contract niet helemaal goed dichtgespijkerd. Maar nu in zo'n korte tijd 2 mensen die heel veel inside informatie hebben. Ja, vind ik wel heel, heel bedenkelijk. Ik vind dat van 2 partijen bedenkelijk. Ik vind dat bedenkelijk dat de FIA zich niet goed afgeschermd heeft. Ik vind dat ook wel bedenkelijk van iemand die komt, die veel ambitie tentoonspreidt, dat hij eigenlijk de opvolger van Whiting wil worden en eigenlijk het mannetje wil worden op de grid. En dan toch weer na 2 jaar, 2,5 jaar, dan toch weer voor iets aanlokkelijkers gaat. Ja. En heel bedenkelijk en ook niet goed voor de sport. Hè? Want hoe je het ook went of keert, als je bij de FIA zit, dan, en zeker in zo'n positie, dan hoor je het een en ander. Ja. En dat hoor je voor jezelf te houden. En dat gaat nu toch weer naar Maranello. En dat vind ik niet goed. En ik snap dat ook niet helemaal. Want als ik aan de andere kant een man die bijna niemand kent, hè, als Joe Bauer. Die komt ook niet uit laten we zeggen, de showwereld van Formule 1. Die is daarin begonnen. Die is de stilte zelf. Van DTM, hè? Of van oorsprong uit DTM. Joe is een zeer gezellige man, maar praat heel weinig. Hè? Dus in hoeverre je dan nog gezellig kan zijn. Maar zulk soort mensen hoort de FIA aan te nemen. En niet mensen die al in het verleden wat betekend hebben en toch weer daar willen gaan waar het eigenlijk niet kan. Ja, maar Kees, nou zegt Jean Todt,
ik kan volgens de Zwitserse wet iemand niet een langer niet voor een team laten werken. Maar er is tussen de teams afgesproken dat ze dat niet meer doen na het hele Butkowski debakel. Alleen Ferrari heeft er dus ook lak aan. Ja, maar goed, wat is in de huidige wereld een afspraak waard? Ja. Ik bedoel, je kan bijna zeggen, wat is een contract waard? Het heeft ook met mentaliteit en respect te maken. Ja. En natuurlijk denk ik met alle respect dat ook de FIA ietsje meer doortastend had kunnen zijn. En misschien ook eens een keertje beter kunnen aanvoelen hoe de gevoelens zijn onder dit soort mensen. Ja. Een van de dingen die belangrijk is om te weten, er zijn veel vragen ook gekomen over de uitlaat van Renault. Die staat onder een hoek, waardoor die meer neerwaartse druk zou moeten genereren. Of dat legaal is? Nou, want anders zetten ze het niet op, want dat gaat eerst langs de FIA. Ja, precies. Nou ja, dat is nu zijn precies van deze twee lieden. Eén is er al weg, hè, ja. En de andere die gaat dan weg. Die krijgen eigenlijk alles op hun bureau. Van als je een nieuw idee hebt, wat nog niet door een ander bedacht is, dan ga je dat eerst toetsen. En dan zegt dus iemand van de FIA, ja, dit is oké. Dan kun je eraan verder werken. Aan de andere kant, als je zegt nee, dat mag niet, dan wordt het ook openbaar gemaakt. En dan weten anderen ook dat die straat gaan we niet in. Dus zo is dat hier ook gebeurd. Hier heeft, en in dit geval is natuurlijk wel bedenkelijk, dat degene nu die dat uiteindelijk goedgekeurd heeft, nu voor Renault werkt. Maar dit is hartstikke legaal. Ja. Overal, als we dan toch even de vragen afmaken. Een hoop mensen die zeggen, ja, waarom rijdt Red Bull niet met een Mercedes motor, want Aston Martin is eigendom van Mercedes-Benz. Dan is het toch makkelijk, er staat Aston Martin op die auto, je gooit er een Mercedes-Benz motor in, die noem je Aston Martin en iedereen klaar. Dat is nou net de reden waarom ze nog met een Renault motor rijden, want daar is een aantal jaren geleden over gesproken, maar dat is gevetood, dus dat gaat niet gebeuren. Nee, precies. Mercedes is dan niet de eigenaar van Aston Martin, maar gedeeltelijk. 5%. Maar in ieder geval, dat was de bedoeling. Ja. Maar dat zijn de krachten in het Formule 1-spel die dat tegengehouden hebben. Ja. Als we naar Australië gaan kijken, dan verwachten we daar geen podiumpositie van Williams, maar Paddy Lowe. Wij waren in Barcelona en toen stonden we bij de eerste bocht. En toen waren we na 4 rondjes erachter dat de Williams een versnelling meer terugschakelde dan alle andere auto's. En nou heeft Paddy Lowe ook toegegeven, daar ligt het grote probleem van Williams. Of zou dat een van de problemen zijn? Nou ja, ik denk één van de problemen. Maar als het daar een probleem is, dan is het in de volgende bocht ook wel. Alleen misschien komt het dan niet zo tot aan de oppervlakte. Nee. Maar ik bedoel, je hoeft er nou niet echt een vakman te zijn om aan het eind van het rechte stuk te zien dat de Williams auto toch wel eigenlijk niet zo graag rechtsaf wilde. Nee. Oh, en dan zeg ik het heel voorzichtig. En dat rijden is daardoor veel snelheid verloren. Dus het is al een hele, ik zou niet zeggen onbestuurbaar, maar het is toch wel een hele avontuur om iedere keer weer die bochten in te gaan met die auto. Aan de andere kant, als je weet dat dat het probleem is, kun je ook een oplossing werken. Ja, maar natuurlijk. Je kan een medicijn, je kan misschien een pleister op de wond doen. Maar het kan ook een fundamenteel probleem zijn. Hè. Het kan gewichtsverdeling zijn, er kan iets totaals fout in zitten. En dan in Formule 1 los je dat niet zo snel op. Hè. Ik bedoel, we hebben het ook over de tests gehad. Oké, de tests in Barcelona waren allemaal een beetje onduidelijk. Wie waar staat vanwege bandenkeuzes, wie heeft het achter ze van zijn tong laten zien. Maar ik geloof wel dat als je dadelijk in Australië aan de start staat en je komt, laten we zeggen, 1,5 seconde tekort, die hou je voorlopig niet meer in. Nee, dat is het voor het seizoen. Dat is een eeuwigheid. En ik vrees dat Williams bij die groep gaat horen. Ja, Albert Park, Melbourne, eerste Grand Prix van het jaar. Het circuit aan zich is een aparte baan. Het is een stratencircuit, het is een karakteristiek is apart. Het begint op een mooi circuit. Nee, fantastisch circuit. Ik bedoel, alleen al de sfeer, alleen al het binnenkomen in het park is geweldig. En ik ben eigenlijk enthousiast erover. Het seizoen kan niet snel genoeg beginnen. Dus ik heb me gisteren ook nog eens even een paar oude beelden heb ik zitten bekijken.
En ja, die sfeer daar is uniek. En het circuit heeft ook zo zijn eigenschappen. Het is natuurlijk ook een stratencircuit, hè? Dus de baan moet inrubberen, het moet meer grip krijgen. En ja, dat is altijd een fantastische start van het seizoen. En ik denk ook een circuit waar je toch veel facetten van de auto in orde moet zijn. Dus het is al gelijk een beetje een graadmeter. He, van nou ja, wat kunnen we verwachten, hoe kunnen we de auto's ook gaan indelen voor de snellere en langzamere banen. Ja. Hier zit van alles wat in. Ja, en wat ik zo mooi vind is, he, als je een foutje maakt, betaal je ook een prijs. Nou ja, dat betekent, dat is dus ja. een goed circuit. Ja, Mercedes, wat mij betreft, is gewoon favoriet. Ze denken zelf, he, doen ze toch wat voorzichtig. Hamilton, die ook zegt, Red Bull Racing staat dichterbij dan je denkt. En nou, allemaal verhalen. Maar uiteindelijk, zeker als ze die 1000 pk hebben, dan zie ik niet in dat iemand Mercedes naar de kroon gaat steken. Ja, goed, ik blijf bij mijn woorden van de vorige keer. Als Mercedes niet tot de favorieten behoort, dan hebben ze eigenlijk heel slecht werk gedaan. Ja. En ik geloof niet dat ze slecht werk gedaan hebben. En als je ook zag in de test hoe makkelijk ze gewoon bij de muziek erbij waren. Dan hebben zij gewoon een hele goede auto. Nou, ze hebben twee goede rijders. Dus behoren zeker tot de favorieten. Waar het om gaat is hoe hebben Ferrari en Red Bull natuurlijk het gat gedicht. En is dat, lopen ze op hun tenen of doen zij ook makkelijk bepaalde tijden op het asfalt leggen? Ja, en dan is de vraag, wie is het tweede team? Ja, ja. 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 Ja, nou ja. Je bedoelt in het algemeen of in Australië? Ja, nou in Australië vooral. Laten we daar eerst maar eens even op focussen. Want is het Red Bull of is het Ferrari? Ja, 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 nou zijn we bijna stil, maar ik denk toch Ferrari. Dat ze toch nog steeds een klein stukje voor Red Bull staan. Ja, dat denk ik. Dat denk ik in Australië. Ik denk ook dat Australië Ferrari wel past. Ja. En, weet waar het verleden? Ja, dus ik verwacht dat die toch net iets sterker daar zijn. Al was het alleen maar in kwalificeren. En als ik dan de bandenkeuzes gezien heb van de teams, ja, dan denk ik ook dat de kwalificatie redelijk belangrijk gaat worden daar. Gezien het karakter van de gekozen banden. En dan vermoed ik, geef ik een licht voordeel aan Ferrari. Maar aan de andere kant hoop ik natuurlijk dat we nu in één keer zien dat Red Bull er helemaal bij is. En het zal ook zeker niet zo'n groot verschil zijn als het verleden jaar was. Nee, en je hebt de Max Factor, hè? Ja, ja, maar goed, we hebben daar ook een lokale held in Australië. Dus, maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Als de ene het kan, kan de andere het ook. Ja, dan hebben we de top 3 gehad en daarachter een groot gat naar de rest. En dan zou je bijna zeggen, wie is best of the rest? Is dat dan toch McLaren? Die heel snel waren in Barcelona, maar ook heel vaak stilstonden. Of zit daar misschien toch Renault nog tussen? Of Force India, die zelf denken dat ze met de update enorm stap voorwaarts maken? Ja, nou weet je, ik ben het nooit zo van... Het is allemaal een koffiedik kijken. Ja, maar ik ben nooit ook zo van die updates. Weet je, dan denk ik, ja, dan had je dat toch ook eerder moeten proberen. En je ziet altijd, over het hele jaar komen die updates. En aan het eind van het jaar geven ze dan toch weer toe, ja, het was niet voldoende. Ja, de echt niet te vatten factor is McLaren. Ik zou denken met hun chassis. En nou ja, Renault heeft een goede motor. Misschien niet de snelste, maar is wel echt een goede motor. En dan in die combinatie moeten zij natuurlijk, en ook qua reputatie, op zijn minst met Red Bull mee kunnen komen. En als ze dat niet kunnen, ja, dan is het gewoon een slechte, dan mogen ze wel achter de oren krabben. Maar die onbetrouwbaarheid tot nu toe heeft toch niet in de afgelopen 2 jaar blijkbaar alleen aan Honda gelegen. Nee, en als we het dan, over Honda hebben, die hebben de hele tweede testweek met 1 motor gereden. Misschien als ze dadelijk de echt vermogen uit willen halen, dat die in 1 keer uit elkaar spat. Maar voorlopig zit het met de betrouwbaarheid veel beter dan 12 maanden geleden. Nou ja, dat zit veel beter. Maar aan de andere kant, uiteindelijk gaat het erom om het winnen.
en op het podium te komen. Dat is eerst en dan kan je eventueel winnen. En daar is toch ook de Red Bull nog niet op het moment, denk ik, nog niet snel genoeg voor. En die volgende stap om sneller te zijn, dan is de vraag, hoe is de betrouwbaarheid weer? Ja, we eindigen niet met een voorspelling, vind ik eigenlijk. Want het is koffiedik kijken en het is te makkelijk om te zeggen, we denken dat Hamilton gaat winnen, want dat denken we waarschijnlijk allebei wel. En laten we hopen dat Max op het podium staat. Ja, maar ik vind, dat is ook een positief iets. Weet je, als het zo voorspelbaar is, ik ben ook nog niet helemaal van overtuigd wie er gaat winnen, of Hamilton dat is. Dat zou een teleurstelling eigenlijk zijn. Ja. Dus ik denk dat het ook voor de kijker, voor de liefhebber, dat het interessant is. Hè. Ik denk dat we zo 6, 7 rijders zouden kunnen opnoemen die een aanmerking, minimaal voor het podium, maar misschien wel voor de eerste plaats. En dat is lang geleden dat Formule 1 dat gehad heeft. Ja. Dus ik ben, ondanks dat ik niet kan zeggen wie er gaat winnen, hè, en dan laten we eventjes nationalisme achterwege, denk ik dat we een mooie race gaan zien. Nou, laten we daarop hopen en dan gaan we er volgende week over praten. Dan gaan we terugkijken naar de Grand Prix van Australië. Wil je op de hoogte blijven? Kijk dan natuurlijk op onze website rtlgp.nl. Wij zijn hier iedere week. Abonneer je op ons YouTube-kanaal en blijf op de hoogte via Twitter, Instagram en natuurlijk onze Facebookpagina. Iets vergeten? Ja, we bedanken even al die nieuwe leden. Nou, helemaal goed. We hebben er 2000 bij. Ja, precies. En daar zijn we heel blij mee. We lopen in op darts, dus blijf je abonneren. Tot volgende week. Tot volgende week. Thank you.